Vandaag zijn we bij elkaar uh, voor de presentatie van het adviesrapport van de informateurs. Uh, de afgelopen twee weken hebben zij uh, met alle partijen gesproken... om te kijken uh, welke partijen nou het best bij elkaar passen... Uh, voor de volgende fase van coalitievorming. Uh, maar ook uh, wat zouden nou goede bouwstenen zijn uh, voor een bestuurscultuur. Uh, daar gaan zij zometeen alles over vertellen. Ik ga daar niet heel veel nu over, uh, over zeggen. Maar ik wilde hem wel even introduceren en ook uh, bedanken voor al het werk dat jullie hebben gedaan... Die hebben de afgelopen weken echt keihard gewerkt en veelvuldig uh, hier naar deze stad getrokken en in het gebouw met alle partijen gezeten om goede gesprekken te voeren. En tot een, uh, nou dat durf ik wel alvast weg te geven, ijzersterk uh, rapport te komen, die volgens mij hele goede handvatten biedt voor een uh, nieuwe coalitie en ook voor uh, een goede bestuurscultuur. Dus heel veel dank daarvoor. En dan geef ik nu het woord aan jou, Rob, als voorzitter van, uh, van het team. Ja. Dankjewel uh, en welkom uh, allemaal. Um... Bij uh, uh, vooraf twee opmerkingen. In de eerste plaats, uh, jullie zien hier uh, drie informateurs zitten. Yvonne, bekend als wethouder, Mart Keuning. Uh, voorheen raadslid van de ChristenUnie. Zit hier niet namens de ChristenUnie. Maar heeft natuurlijk wel zijn wortels in die partij. En uh, ikzelf uh, heb in een gijs verleden uh, twee periodes deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Van, van Leiden. Uh, en we hebben met z'n drieën die, die klus aangepakt en dat ook gezamenlijk gedaan. En dat uh, zal je zo meteen ook merken, want ik zal iets vertellen over uh, de aanpak en ons advies ten aanzien van de coalitie. Uh, hoe te beginnen met de collegeonderhandelingen. Yvonne zal daarop aansluiten met inzicht in wat wij aangetroffen hebben op de inhoudelijke onderwerpen en. Mart zal afsluiten met inzichten uh, die we uh, hebben bevonden en onze eigen bevindingen en adviezen daarover over de bestuurscultuur. Um, een andere opmerking vooraf is nog dat wij hebben met uh, wat Evelien al zei: uh, met alle fracties gesproken, met sommige fracties uh, nog een tweede keer ook. Um, maar wij willen ook echt onze dank uitspreken aan al die fracties die zich uh, goed hadden voorbereid. Wir uh, hatten... <coughs> Nogal uitgebreide vragenlijst aan hen voorgelegd, die ze in een paar dagen tijd moesten beantwoorden. om dit proces een beetje snelheid en vaart te geven. Dat hebben ze allemaal gedaan. Uh, en kwamen uh, daarmee, maar verder ook uh, goed voorbereid aan tafel. En zijn uh, bereid geweest om in alle openheid uh, in die vertrouwelijke gesprekken die we voerden, uh, ons de beste inzichten te bieden over hoe het nou verder moet met uh, Leidse collegeonderhandelingen. Dus uh, daar past echt. Uh, veel dank en Waardering aan de tien fracties die in Leidse Gemeenteraad zitten. Um, nou, ik zei al, de, we hebben vragenlijsten, we hebben gesprekken gevoerd. Um, op basis daarvan hebben we nagedacht. Uh, vervolgens hebben we met een aantal fracties een tweede gesprek gevoerd. En uiteindelijk zijn we tot uh, bevindingen gekomen en adviezen. Um, dan wil ik op de inhoud die drie onderwerpen. Gaan we de revue laten passeren? En ik begin met um, de, het advies rond de collegevorming. Welke partijen kunnen nou het beste met elkaar? Um, we hebben uh, uh, allereerst moeten constateren dat, hoewel je misschien aan de hand van de verkiezingsuitslag zou kunnen denken: van nou, dat is appeltje eitje. Dat is heel makkelijk. En we hebben in sommige media ook al allerlei analyses gezien hoe het college er de komende vier jaar uit gaat zien. Ik moet. Die media van wie ik dat gelezen heb, toch op onderdelen teleurstellen, want ons advies wordt een andere. Um, althans, ten opzichte van wat ik gelezen heb, hoor. Um, daar komen we zo meteen op. Um, maar het, het was toch uh, minder makkelijk dan wij dachten. Um, maar. Laat ik vervolgens zeggen, we hebben een aantal, op basis van alle gesprekken en op basis van wat wij zelf verstandig vinden, hebben we een viertal criteria geformuleerd hoe je het best kan komen tot een nieuw stadsbestuur, een nieuw dagelijks stadsbestuur. In de eerste plaats betreft dat het feit dat uh, we gezien hebben dat eigenlijk heel veel partijen programmatisch op behoorlijk dezelfde richting in willen. Natuurlijk zijn er op... Onderdelen, op specifieke onderwerpen verschillen. Soms zijn er forse verschillen, maar grosso modo de lijn die de afgelopen vier jaar is ingezet, gericht op verduurzaming, inzet op energietransitie, een behoorlijk sociaal profiel. Dat zijn allemaal thema's waar bijna alle fracties van zeggen: ja, dat is de richting die we uit moeten. Dat is de eerste conclusie en daarmee een belangrijk criterium voor de collegevorming. De richting uh, groen en sociaal, zoals het afgelopen college zich profileerde, die willen we in hoofd, adviseren we in hoofdlijnen voor te zetten. Tweede is dat het belangrijk is om een stabiele meerderheid te vormen. En uh, iedereen heeft kunnen uitrekenen dat de huidige coalitie op twintig zetels kan rekenen. Dat is een meerderheid, maar dat rekenen wij niet onder een stabiele meerderheid. Met twintig zetels veel te riskant dat er eens iemand ziek is. Of in het ergste geval heb je nog iemand die uit een fractie stapt. Wat er maar ook maar kan gebeuren. Of een ander er een opvatting over een specifiek onderwerp heeft. Alles kan gebeuren. Uh, dan is twintig zetels wel buitengewoon krap bemeten. Dus we hebben gezegd: een stabiele meerderheid moet minimaal 21 zetels bevatten. Dat is twee. In de derde plaats. Uh, hebben we ook gezegd, de, want wat ik net zeg, minimaal 21 zetels, betekent in ieder geval dat je een vierde partij nodig hebt. Maar we hebben als derde criterium geformuleerd: het zouden ook vier partijen moeten zijn. Dus we hebben niet gekeken naar coalities met vijf of zes partijen. Ik zie inmiddels allerlei krantenberichten van allerlei steden. Waar interessante coalities gesmeed worden, soms met vijf, soms met zes partijen. Daar kiezen we hier in Leiden nadrukkelijk niet voor. Een stabiel dagelijks bestuur is ook gebaat bij een beperkt aantal partijen die een werkbare samenwerking met elkaar aangaan. En tot slot, de vierde. het vierde criterium is, en dat komt ook uit heel veel gesprekken met veel fracties, dat er behoefte is aan. Uh, ...verbreding, niet alleen getalsmatig, maar ook politiek gezien, verbreding van de samenstelling van de coalitie. De huidige samenstelling zou je, ja, afhankelijk van de woorden die je kiest, uh, progressief of links uh, betitelen. Maar er is nadrukkelijk breed een behoefte, ook bij uh, de grootste partijen in deze stad, um, om het profiel van de coalitie... Wat te verbreden. En dat betekent uh, nou, dat niet alleen linkse partijen, maar ook partijen meer aan de rechterkant in zouden uh, kunnen, zeker moeten zitten. Dat zijn de vier criteria die wij gehanteerd hebben. Op basis daarvan heb je een aantal coalitiemogelijkheden. En gelet op uh, de voorkeuren van uh, partijen die ze hebben uitgesproken. Gelet op de mogelijkheden die wij inschatten om programmatisch. ...tot overeenstemming te komen op de inhoudelijke onderwerpen. Hè, waarvan ik net zei, ja, er zit veel overeenstemming... ...maar er zit natuurlijk ook op onderdelen zitten nog hele forse tegenstellingen. Dus die, die zullen nog wel in onderhandelingen overbrugd moeten worden. En eh, het belang om een werkbaar bestuur te maken... ...adviseren we uiteindelijk om een coalitie te vormen... ...van GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid en het CDA. Die coalitie, en dan uh, maak ik nog een paar opmerkingen en dan geef ik het stokje over. Die coalitie is niet automatisch appeltje-eitje. En dat komt omdat een van de vier door de ons uh, geadviseerde partijen, D60, een andere voorkeur heeft. En uh, grote twijfels heeft uh, bij... Uh, samenwerking in een college met het CDA. Uh, dat het D60, CD, uh, vindt het belangrijk dat er een partij uh, aan haar rechterflank bijkomt. Dat had ik net ook opgenomen in de criteria die wij zelf ook hanteren. Dus, en daar uh, snappen we D60 ook heel erg in. Maar zij zeggen ook op basis van de ervaringen die ze de afgelopen jaren gehad hebben hebben dat ze flinke twijfels hebben bij de stabiliteit en voorspelbaarheid van een college met het CDA. Um, en op voorhand zeggen ze daarmee, dat zouden we eigenlijk niet willen. En uh, ze hebben dan een voorkeur voor een coalitie met de VVD. We hebben niet te min, uh, we hebben dat natuurlijk heel goed op ons laten inwerken. En, maar we hebben ook heel goed uh, met het CDA gesproken. En wij hebben de overtuiging dat er wel degelijk, pragmatisch en voorspelbaar en stabiel een coalitie gesmeed kan worden. Dus daarom kiezen wij toch voor het advies om te komen tot de coalitie GroenLinks D60 Partij van Arbeid CDA. En uh, wij doen een dringend appel op D60 om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid in deze ook te nemen... en die mogelijkheid uh, als eerste maximaal te verkennen. Mocht dat onverhoop niet lukken, dan hebben we nog twee andere coalitieopties benoemd in ons rapport. De ene is waar, en dat, daar zit voor ons geen voorkeursvolgorde in, dat hangt dan echt af van de ontwikkelingen die er dan zijn en dan zou GroenLinks als grootste partij daar een keuze in moeten maken. Er zijn twee mogelijkheden volgens ons denkbaar. De ene is waarbij het CDA toch niet deelneemt aan het college en in plaats daarvan de VVD. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid die we even zeer realistisch achten, dat is een coalitie van GroenLinks, Partij van Arbeid, CDA en VVD. Nou, Dat eh, als nadrukkelijke als terugvalopties, want ons een nadrukkelijke wens en advies is om te komen tot de eerstgenoemde coalitie eh, GroenLinks, D60, Partij van Arbeid, CDA. Dat is volgens mij een mooi moment om het stokje letterlijk over te geven letterlijk, hè? aan Yvonne. Ja, dankjewel. Ik ga iets over de inhoud vertellen. Uh, we hebben inderdaad een uitgebreide vragenlijsten uh, toegestuurd en hebben een aantal onderwerpen genoemd en hen gevraagd alle partijen hoe ze daarover dachten. Ik zal de meest belangrijke onderwerpen zal ik, uh, noemen. Het uh, nou, eerste natuurlijk verduurzaming, hebben we uh, naar gevraagd. En eigenlijk kunnen we stellen dat uh, alle partijen energietransitie, vergroening, biodiversiteit, maar ook duurzame mobiliteit uh, belangrijk vinden. En voor sommige fracties is, er, is het zelfs een topprioriteit. He, dus er staat wel uh, een verschil van inzicht over hoe ver partijen daar dan in, uh, in willen gaan. Um, en ook is de vraag uh, hoe compromisbereid sommige partijen op dit, uh, op dit onderwerp uh, zullen zijn. He, dat is bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren die aangeeft van ja, uh, alles leuk en aardig, maar vergaande compromissen op dit uh, thema uh, zult u bij de Partij voor de Dieren niet, uh, niet aan gaan treffen. Uh, er is ook nog uh, naar voren gekomen bij de energietransitie, ook de energiearmoede. Die heeft natuurlijk ook te maken uh, met het sociaal domein. Uh, maar over het algemeen zien we uh, dat veel partijen dit echt uh, belangrijk vinden. Dus dat je eigenlijk een brede basis in de stad ziet van partijen die veel aandacht willen besteden aan dit uh, thema. Uh, de partijen steunen ook de agenda Autoluwe Binnenstad. Uh, de VVD geeft wel aan dat de bereikbaarheid met de auto en voldoende parkeerplekken wel uh, van belang moet zijn. Um, en D66 geeft aan van ja, misschien moet het tempo iets naar beneden. Uh, maar voor de rest is iedereen het wel eens met de beweging die uh, op dat gebied gemaakt wordt. Dan hebben we het sociaal domein. Nou, dat staat natuurlijk onder druk. Hè? Tekorten in de jeugdzorg uh, hebben we. Uh, iedereen vindt het belangrijk dat kwetsbare inwoners worden geholpen. Uh, er zijn ook partijen die extra aandacht vragen voor mensen uh, met schulden. Ook weer in combinatie met natuurlijk de situatie die we nu hebben met de enorme inflatie en de prijzen en de, onzekere, en de onzekerheid die daarbij heeft. Dus, armoedebestrijding is in ieder geval ook een punt wat genoemd is. Uh, ook is hier gesproken over het financiële hek om het sociaal domein. Dat natuurlijk ooit gemaakt was uh, omdat we op dat moment meer geld uh, uit het sociaal domein stroomden dan dat er inging. Toen hebben we gezegd: we gaan er een hek omheen maken. Ondertussen is het zo dat we andersom geld binnen het hek hebben moeten plaatsen, omdat het anders niet betaalbaar is. Uh, er zijn partijen, uh, de VVD. Uh, en uh, D66 uh, die geeft inderdaad aan dat dit een belangrijk punt is, ook Partij voor de Dieren, dat het hek intact moet blijven. He, dus dat je niet zomaar veel meer geld het sociaal domein uh, uh, naar, daar naartoe moet uh, schuiven. Uh, er zijn andere partijen uh, die juist extra willen investeren in het sociaal domein. Dat is onder andere de PvdA. Uh, deze partij heeft ook aangegeven dat bestaanszekerheid en met name kansengelijkheid een heel uh, belangrijk onderwerp is... Um, nou, GroenLinks heeft ook aangegeven, uh, dat we, uh, dat we dat ook een belangrijk vinden, de sociale en eerlijke stad. En de SP geeft aan om een aantal uh, punten op het sociaal domein bezuinigingen terug te willen gaan draaien. Uh, zo zie je dat er uh, iedereen het wel belangrijk vindt, maar dat er nog wel wat andere uh, uh, prioriteiten gesteld worden en dat er dus ook echt nog wel keuzes te maken zijn op dit punt. Dan hebben we het punt wat wij volkshuisvesting genoemd hebben. Om maar eens een uh, misschien ouderwetse, maar misschien ook wel weer nieuwerwetse term uh, te hanteren. Uh, in dit college hebben we aangegeven dat de huidige behoefte tot 2030 8500 woningen is. En 2700 studentenwoningen. Eigenlijk zijn alle fracties duidelijk dat ze zeggen van nou uh, wij scharen ons achter deze woningbouwopgave. Uh, er is één partij, de partij voor de dieren, die zegt van ja, oké, okay, dit hebben we nu afgesproken, dus dat doen we wel, maar er zijn grenzen aan de groei. Dus zij willen uh, dat ook verbinden aan een groen norm per inwoner. En als dat niet gehaald wordt, ja, dan uh, moet je niet zoveel woningen gaan bouwen. Er zijn ook partijen die op dit thema overigens samenwerking met de regio als heel belangrijk benoemen, omdat Leiden natuurlijk toch uh, ja, wel, een grote, wel een, een grote en dichte uh, stad is. Uh, percentage voor sociale woningbouw uh, varieert van 30 tot 40 procent, uh, procent ongeveer. Uh, en er zijn ook partijen zoals uh, de uh, uh, SP, de ChristenUnie en de Partij Sleutelstad die juist aan de betaalbaarheid van woningen uh, veel waarde hechten. Uh, de VVD, maar ook uh, het CDA en D66 vragen ook om juist voor het middensegment te gaan bouwen. En ook wel wat diverser te bouwen. CDA heeft bijvoorbeeld specifiek seniorenwoningen ook, uh, ook genoemd. Uh, over de hoogte van de woningbouw zijn eigenlijk wel verschillende opvattingen te horen. Uh, eigenlijk zegt iedereen van ja, als je niet zoveel ruimte hebt, dan zul je wel de hoogte in moeten gaan. Um, 70 meter, uh, die wordt daar wel als een grens gehanteerd. Terwijl ook sommigen zeggen van ja, maar als het nou ergens past... dan zou het nog net wel wat hoger uh, kunnen zijn. Uh, en ook wordt genoemd dat uh, uh, kwaliteit ook belangrijk is. Dus dat je ook moet kijken op wat voor manier je gaat uh, bouwen. Nou, bouwen in de Oostlietpolder is maar voor één fractie bespreekbaar. Dat is de VVD. Uh, voor de rest uh, gelukkig <laughs> uh, niet. Enige kleuring. Uh, maar de VVD geeft ook aan dat zij goed beseffen dat zij er alleen in staan. En, uh, nou, daarmee, uh, 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 nou ja, zij staan er alleen in. En dat weten ze ook. Um, het verkameringsbeleid was natuurlijk een heel belangrijk punt uh, in de vorige periode. Daar hebben we ook over ge gesproken. Nou, de nieuwe partij, Studenten voor Leiden, uh, ja, die zegt: ja, uh, uh, stop daar eens mee. He, er moeten juist meer kamers komen. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk juist de P van de A gezien, die heel erg uh, zat van: ja, we moeten de verkamering aan banden leggen, specifiek voor de leefbaarheid. Uh, de PvdA zegt nu van nou, misschien zijn er ook wel andere manieren om die leefbaarheid te vergroten. Uh, maar het is in ieder geval wel, en alle andere partijen zitten daartussenin, in alle variaties. Het is in ieder geval een onderwerp dat zeker aan de orde zal komen uh, in de besprekingen die hierna uh, gaan volgen. Uh, dan hebben we over cultuur gesproken. Nou, dat vindt iedereen een onlosmakelijk deel uh, van Leiden. Uh, belangrijk, maar daar zijn niet hele specifieke uitspraken over gedaan, behalve dat de huisvesting op orde moet zijn en dat ook natuurlijk uh, na de coronatijd, uh, ja, dat daar wel herstel moet plaatsvinden. Uh, Corona-herstel is sowieso ook een onderwerp geweest waar we naar gevraagd hebben, maar er zijn niet hele specifieke uh, uh, raakvlakken of, of twistpunten uitgekomen. Um, de financiering is ook een belangrijke, waarop partijen wel uh, kunnen verschillen uh, van elkaar. Uh, ze kijken uh, vooral verschillend aan tegen uh, lastenverzwaringen en in hoeverre ze bereid zijn aanpassingen door te voeren in de beleidsambities. Er zijn partijen die zeggen van ja, we moeten gewoon bepaalde investeringen doen, Hè, dat moeten we nu doen. En daar zijn we eventueel ook bereid voor om lastenverzwaringen op te accepteren. Uh, en er zijn andere partijen die zeggen van ja, nee, dat kan niet, het is al zo hoog en met alle nou ja, inflatie eromheen, uh, dat doen we niet, dan moeten we echt keuzes maken. Overigens is geen enkele partij nou aan de voorkant specifiek een voorstander van lastenverzwaring. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Lastenverzwaring is een middel in feite om andere dingen te bereiken. VVD, D66, CDA, Partij Sleutelstad... die zijn geen voorstander of zelfs uitgesproken tegenstander van lastenverzwaringen. Ook de SP en Studenten voor Leiden geven aan dat de lokale lasten al hoog genoeg zijn... Nou, en de ChristenUnie geeft aan uh, dat mensen moeten worden ontzien uh, die het al het allermoeilijkste hebben. Uh, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en uh, de PvdA zijn wel bereid om kritisch te kijken en eventueel lastenverzwaringen door te voeren als die de gewenste beleidsambities kunnen realiseren. Uh, ook is genoemd dat we vooral ook de lobby richting het Rijk moeten blijven benutten, uh, omdat daar gewoon mogelijkheden zijn om ook investeringen in, uh, in de stad te doen. Um, er zijn nog een aantal extra punten genoemd, dus zal ik even kort nog een paar noemen. Uh, opvang van vluchtelingen, ook aandacht voor de statushouders. He, ook in deze gesprekken zijn dit soort onderwerpen natuurlijk wel naar voren gekomen, want dat is wel iets van nu, van alle dag. Extra capaciteit voor handhaving, verkeersveiligheid. Le Leiden Bioscience Park, de wijkaanpak en wijkvervangingen. Uh, investeren in de stad en samenleving, zoals sportaccommodaties en bibliotheken. Uh, en het dierenwelzijn. Dus dat zijn de extra onderwerpen die we aan de voorkant niet hadden uitgevraagd. Gevraagd, maar die wel naar voren zijn gebracht als belangrijk. Um, onze conclusie is dus dat er eigenlijk tussen een heleboel partijen. best een hele stevige uh, uh, basis is waarop een hoop partijen het eens zijn met elkaar. Maar dat de echte onderwerpen die ik nu net specifiek genoemd heb. Hè, dat gaat over uh, duurzaamheid, uh, over het sociaal domein, over uh, de woningbouw, uh, de financiering. Uh, daar zijn partijen, daar zijn echt verschillen op bij partijen. Uh, en daar hebben we dus gemeend met het advies wat we gedaan hebben... het meest recht te doen aan de programmatische overeenkomsten. Overigens is er ook nog veel gezegd over de relatie met de stad en over participatie. En daar hebben we ook iets heel specifieks op geschreven. En daar gaat Mart nu iets uh, op vertellen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Um... Ja, dat gaat over participatie. Wel ook over. Um, eigenlijk breder de bestuurscultuur. Hè, zoals we dat uh, genoemd hebben. Um, dat, hebben we, uh, dat is een beetje een breed begrip. Maar dat gaat over hoe uh, gaat uh, de raad? Hoe gaan raadsleden onderling met elkaar om? Um, hoe werkt het eigenlijk tussen raadsleden en het college? Tussen uh, college, fracties en oppositiefracties. Uh, en dus ook over. Ja, hoe gaan we uh, als bestuur om in de besluitvorming met, met de stad? Hoe organiseren we participatie? Hoe werkt dat? Uh, en wat, zijn daar, ja, wat zouden we daar beter in kunnen doen? En we hebben dat in die vragenlijst uitgevraagd, dat is ook in de gesprekken aan de orde gekomen. Um, en ik vond het echt wel mooi om te zien hoe dat voor veel fracties ook uh, leeft. Er werd echt door heel veel fracties belangrijk gevonden. Niet in de zin van, nou, als we het maar goed hebben met elkaar, maar wel uh, in de zin dat een bestuurscultuur echt ook uitmaakt voor de kwaliteit van besluiten die je neemt. Uh, en dat het ook in de uh, uitdagingen, die zojuist ook door Yvonne genoemd zijn, in een krappe stad uh, bouwen met uh, beperkte financiële middelen vooruitkomen, ja, dat dat echt ook iets vergt van de manier waarop je die besluitvorming uh, vormgeeft. Dus dat werd door heel veel fracties aangedragen. Um, door heel veel fracties werd hier overigens ook in relatie tot participatie genoemd dat ze zich zorgen maakten over de lage opkomst. Die relatie werd door een aantal fracties uh, gelegd. Nou, we hebben in die gesprekken. Uh, een hele hoop onderwerpen naar, naar boven horen komen, um, ik noem er even een aantal, en dan zal ik nou ook doorgaan naar wat doen we daarmee, wat adviseren we daar nou over. Nou, Wat we in die gesprekken horen is dat raadsleden over het raadswerk zeggen. Um, uh, ja, eigenlijk vinden we de agendadruk wel erg hoog. Hè? En dat is niet omdat we dat niet leuk vinden, maar omdat dat soms ook echt een koste gaat van uh, nou, de kwaliteit van besluitvorming, uh, maar ook van het kunnen betrekken van de stad bij die besluitvorming. Hè? Als je in het stadhuis met elkaar de hele dag aan het vergaderen bent, ja, dan, dan biedt dat ook heel weinig kansen om dat op een andere manier vorm te geven. Uh, en zeker waar fracties zeggen, nou, dat, dat vinden we ook echt een risico voor de kwaliteit van besluitvorming, vinden we dat ook wel een, een serieus signaal. Er is een uh, bestuursakkoord, hè, dat, dat kennen jullie waarschijnlijk, waarin afspraken zijn over uh, raadsleden, hoe gedragen we ons onderling, wat is onze houding richting elkaar. Uh, wat is ook onze houding richting het college? Wat is de houding van uh, uh, oppositiefracties richting uh, collegeleden? Uh, en eigenlijk wordt wat er in dat bestuursakkoord staat... wel door een heleboel fracties herkend. En als ze dat nog eens lezen, zeggen ze... Ah, ja, dat hebben we eigenlijk wel mooi opgeschreven. Uh, alleen de vraag is, is dat nou nog een levend document? Hè? En, en is dat de afgelopen vier jaar ook goed gegaan? Nou, daar wordt echt wel verschillend over gedacht. En veel fracties zeggen, eigenlijk uh, zou dat wel beter moeten. Um, nou ook in de omgang tussen oppositie en, en coalitie... of tussen college en, en oppositie in de raad... Ja, daar is wel wat over gezegd. Hier en daar heerst er toch wat onvrede over... Uh, nou, cliëntelisme dat zich in de raad uh, afspeelt... Uh, is de perceptie. Um, ja, er is ook een perceptie van, van een andere kant van de raad... die zegt, ja, het college heeft wel erg veel met elkaar afgesproken... en dichtgetikt. En dat voorkomt eigenlijk dat je in de raad... de ruimte hebt die de raad zou verdienen... He, om ook daar de besluiten te, te, te nemen. Uh, nou, je kunt zich voorstellen dat dat verschillende percepties zijn uit verschillende onderdelen uh, van de gemeenteraad. Um, en tot slot is er ook over participatie wel een hele hoop opgemerkt. Hè. Hoe werkt dat nou in onze besluitvorming? Hebben we dat nou goed georganiseerd? Er um, ja, ontstaat vaak discussie over dat proces. En, en ja, men weet ook niet helemaal goed hoe dat wel in te richten, uh, maar wel dat dat eigenlijk beter moet. Nou, we zijn op die onderdelen tot een aantal adviezen gekomen. Over de werking van de raad uh, zelf um, uh, zeggen we: ja, eigenlijk moet die agendadruk echt naar beneden. Dat is een veelgehoord uh, iets. En daar moet de raad zelf mee aan de slag. He, dus die moeten, um, met de ondersteuning van de raad, maar ook met het college, he, in de planning, hoe ver plan je vooruit en stel je de raad ook in staat om uh, zo'n planning van zo'n raadsvergadering, uh, om dat goed te doen. Uh, ja, moet je echt aan de slag om die agendadruk naar beneden uh, te krijgen. Um, dus dat is denk ik wel dat is denk ik heel belangrijk. Het tweede wat. Uh, wat we ook adviseren is om aan de slag te gaan met de ondersteuning van de gemeenteraad. Om met elkaar toch stevig te evalueren. Worden raadsfracties voldoende ondersteund om hun lastige werk goed te doen? He, we hebben echt wel signalen gekregen dat er uh, fracties zijn die, dat, uh, ja, die daar meer behoefte aan hebben. En het lijkt ons goed dat de raad dat met elkaar uh, ook stevig uh, bespreekt. Um, waar het gaat om de ruimte voor de raad in algemene zin. Uh, he, dus hoe zorgen we nou dat, dat er in de gemeenteraad ook wat te besluiten en te bespreken valt? Uh, twee opmerkingen. Eén is heel veel genoemd dat het college zich zou moeten beperken in de afspraken die ze vooraf maken. Hè. Dus zorg nou dat dat beleidsakkoord, dat je daar echt niet te veel afspraken maakt, dat je dat ook op hoofdlijnen doet. Uh, en twee, dat je ook in de gemeenteraad werkt met scenario's, hè, zodat er niet alleen wat te kiezen is, maar ook inzichtelijk is wat er dan te kiezen is. Ehm. Um, um, over die agendadruk wil ik nog opmerken dat dat, uh, hè, daar zei ik net iets over de, uh, de rol van de ondersteuning en ook de rol van de planning van het college, dat is ook een rol voor de raad zelf om na te denken ja, wat is eigenlijk de manier waarop wij debat voeren? Is dat het juiste abstractieniveau? Hè, of moeten we echt over ieder detail dat debat voeren? En dat is een verantwoordelijkheid voor fracties zelf, uh, maar die, ja, het zou wel goed zijn dat ze zichzelf dat, uh, dat aantrekken en daarover nadenken over het bestuursakkoord. Die afspraken zoals die nu gemaakt zijn... over die onderlinge omgang, zeggen we... Die is eigenlijk, dat is eigenlijk best een goed document. Maar het zou goed zijn om van afspreken... ook aanspreken te maken. En dat je met elkaar een manier organiseert... om bijvoorbeeld eens per jaar... elkaar aan te spreken op... houden we ons nou aan die afspraken die we daar maken? Richting elkaar, richting het college. En dat je daar ook de ruimte maakt... om dat eens met elkaar te evalueren. Ehm... Over de participatie is het um, uh, onze opvatting dat je in de manier waarop dat nu georganiseerd is, uh, dat het college uh, hard werkt en daar ook heel veel aan doet om die participatie goed in de planvorming te organiseren. Maar die manier van organiseren heeft wel een gevolg. Namelijk dat um, eigenlijk in het verdere van de besluitvorming alleen die mensen overblijven die niet tevreden zijn met de uitkomst van die participatie. Um, hè, dus de, de vraag hoe zorg je nou dat je in het hele proces van planvorming tot besluitvorming, die participatie goed organiseert, ook als gemeenteraad. Nou, we hebben het al gehad over uh, de, uh, de agendadruk en we denken dat daar in de manier waarop uh, de gemeenteraad vergadert uh, enorm winst te halen is. Dat die op dit moment ook prikkelt, he, de manier waarop de uh, commissies werken en de raad werkt, ook prikkelt uh, om vooral met elkaar te debatteren. He, dat de raad en het college de hele, uh, eigenlijk de tijd besteden om met elkaar in gesprek, in debat te zijn. En dat dat niet prikkelt voor gesprek met de stad, gesprek met experts. En dat we denken dat je, en wij ook adviseren... om aan die vergaderstructuur echt iets te veranderen. Dat er in die vergaderstructuur ruimte wordt gemaakt voor gesprek met de stad. Voor gesprek ook tussen raadsleden onderling. En dat is ons advies, omdat we ook geloven dat het goed is... om op die plek participatie in het stadhuis te organiseren. Om daar ook... De raad onderdeel te maken van die participatie, zodat daar ook breed de geluiden in die participatie worden gehoord. En ja, dat vraagt echt wel wat om dat te verkennen. We adviseren om daar ook iemand voor in de arm te nemen. Om te zien hoe maak je nou een systeem van vergaderen waar je jezelf eigenlijk ook meer prikkelt om dat goed te doen. Om dat met de stad te doen. Om ook als raadsleden met elkaar, met experts in gesprek te zijn, eigenlijk die besluitvorming zo te verbeteren. Um, dat zal wel vragen dat je, uh, nou kijk, nou, hoe doen andere gemeenten dat, uh, maar dat je het vervolgens ook um, nou, goed maakt voor de lijstensituatie. Er is geen blauwdruk voor, um, maar we adviseren dat de Raad er serieus mee uh, aan de slag gaat. En uh, nou, we denken dat dat een enorme kans is om uh, ja, die onvrede die eigenlijk wel breed leeft over hoe werkt participatie nu in ons besluitvormingsproces, om daar meer uh, ruimte aan te geven. En we hopen ook van harte dat dat uh, nou, zijn vervolg zal krijgen. Tot zover.